Waar is Brinkhorst? Geen idee. Waar is Kramer? Wil jij weten wie jou heeft aangegeven? Geloven. Je moeder was zo belangrijk voor me. Ik dus niet? Dat was je wel. Dat ben je. Bullshit. Je mag in mijn huis wonen. Bullshit. Je mag, bedoel, bij mij thuis, tussen mijn spullen. Dat heb ik nog nooit. Bullshit! Randy, je moet naar me luisteren. Nee, fuck you. En dat ding dat ik voor je moet doen, steek dat mij helemaal in. Nee, rustig. Randy, wacht. Het is afgelopen. Randy, kom terug. Agnes, doe even rustig. Doe even rustig. Wakker worden. Meneer Chetin, wakker worden. Therapie, waar zit je? Het is vernederend, hè? Het spijt me dat ik dit moet doen. Jij en ik hebben nog 12 jaar samen te gaan. Als jij tenminste je baan houdt. Dus dit is te doen. Als jij nog 1 keer iets tegen mij of mijn meisjes probeert, dan zet ik dit filmpje online en dan kun je wel fluiten naar je baan. Heb je het begrepen? Kaat. Heb je het begrepen? Kaat, kom, we gaan. Over. Hey, door. Door. Prima. Ik ben het gewend. Ik wil niet dat ze jou ook pakken. Ik ben niet bang. Ik heb jou toch om me te beschermen? Oh, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Iedereen waar ik om geef gaat dood. Wat zei je? Iedereen waar je hem geeft. Dus telling begint zo om te gaan. Je trilt helemaal. Het is koud. In liefde, lust, wanhoop. Hey! Je bent een slappe piskut, Suurtie! Een hele slappe piskut! Gooi haar
haar en ik zo. Nee, niet doen. Nee, rot op. Ze heeft het niet eens gevraagd. Ze heeft het niet eens gevraagd. Hé, Meiko. Ze heeft het niet eens gevraagd. Kom blijven. Ze heeft het niet eens gevraagd. Meekomen. Kom op. Ik dacht, jij zit hier nu al zo lang zonder mij. Ik ga eens even kijken hoe het met jou gaat. Ik vertrouwde iemand. Ik liet mijn emoties toe. Bij wie? Ken je niet. Nieuwe. Doet er ook verder niet toe. Wacht eens even. Was jij verliefd? Was het net seks en zo? Nee, zo was het helemaal niet. Zo was het wel. Ik wist dat het in jou zat. Wie was het? Hè? Leek ze op mij? Ja, ze leek op mij. Knap, krullen, tattoos, alles. Ze lijkt helemaal niet op jou, ze is blond. Blond? Zo, oké, lekker. Maar het was niet echt. Het was allemaal fake. Beter dan anderen? Nee, niet echt. Maar ja, houd je fucking mond, hè? Hey, tegen wie moet ik wat vertellen? Weet je wat ik denk, Rooien? Jij hebt liefdesverdriet. Voor het eerst van je leven heb jij liefdesverdriet en dat doet pijn. Heb ik gelijk? Ja. Hé, je bent sterk, je komt hier wel uit. Zorg voor die meiden. That's all. Queen Bee. Jij hebt mijn moeder weggehaald omdat ze problemen had met dood. Luister, jouw moeder was ongeschikt. Ongeschikt? Jij bent fucking ongeschikt. Yo, verliefd, hey. Hey. Wat mijn tante Agnes is overkomen is jouw schuld. Klootzak! Stop me nou! Oké, let open. Morgen heb ik mijn geld, of ik knal je kop eraf. Daar hebben we een voorraadje. In het ziekenhuis krijg je ook de etenbomst. Ja, maar je mag lekkere dingen meenemen. Ik heb het jouw zuster, nee zuster, gevraagd. Oké, ik heb ook stroopwafels. Succes, Maxine. Hé, rot op. Ik wilde alleen maar even succes wensen. Ja, mooi. Nu oprotten. Poemer, heb je toestemming gekregen om mee te gaan? Je bemoeit, hè? Het komt goed, rot op! Ja, wat? Wat? Ik heb nog niks gehoord, maar het komt goed. Rot op! Ooms, negeren. Als ik jou was, zou ik niet al te optimistisch zijn. Je moet stevig in je schoenen staan om met onze regio-directeur te kunnen onderhandelen. Rustig nou. Eerlijk gezegd vraag ik me af of mevrouw Maas daartoe in staat is, maar ik hoop dat ik me vergis. Laat gaan. Ja. Laat gaan. Suus, sinds jij hier zit, hebben we het nog nooit gehad over de liefde of relaties. Het zou natuurlijk heel goed mogelijk zijn dat je in de toekomst
Suus. Suus, waar ben je? Genoeg praat. Ik ken een hoop hetero vrouwen die op een gegeven moment verliefd werden op een andere vrouw en totaal in paniek raakten. Weet je, leef gewoon in het moment en volg je gevoel. Want als je echt voor iemand valt, fuck die labels, Suus. Zoiets? Nee joh, het is een zeepaardje. Ah, ja. Wist je dat zeepaardje altijd met z'n tweeën zwemmen? Echt? Mm-hmm. Haak zijn staartjes in elkaar zodat ze kunnen kijken. Dat zou ik niet doen. Je hebt geen enkele kracht. Met een enorme dosis rode bloed in je lichaam. Het is geen vergif. Het doet geen pijn. Het verdooft je alleen. Het is een heel sterk middel. Je hebt het ongeveer een half uur geleden ingenomen. Je kan niet meer praten. Het komt omdat de spieren rond je kaak, bij je keel en daarna al je spieren langzaam zullen verslappen. Ja, joh, loop maar weer weg. Hé, hey. Ik heb jou niet in de steek gelaten. Ik heb je gered. Je was dood. Je ademde niet meer. Je lag met je hoofd in het water. En ik... Ik heb niet opgegeven. Ik heb je niet in de steek gelaten. Nooit. Voor haar doen. Condoleert met Anouk.
nevenschade. Helaas. Laten we het daarop houden. Nee, Driekorst! Driekorst! Aan de kant. Je bent bang? Dit is het, freak. Dit is voor alle levens die jij hebt genomen. Gesloopt. Weet dat het meisje ook alweer in Noorgebos? Janna. Tanja. Ellie. Lotte. En Anouk. Het stopt hier. Kijk maar. Hey, blijf bij me, blijf bij me. Kom. Hey, hey. Komt goed. Waar blijft die ambulance? Door aan me, blijf door aan me. Kom. Kijk naar me, kijk naar me, kijk naar me. Suus, Suus. Okay.